René Haken, de eerste volledige werkweek gehad bij Cambuur. Hoe is dat bevallen en heb je hard gewerkt? Ja, het is heel goed bevallen, want een hele week toewerken aan de wedstrijd, dat is natuurlijk altijd leuker dan zoals het vorige week ging. Maar dat is leuk, veel gedaan, hard gewerkt, goede trainingssessies gehad. We kijken weer uit naar de wedstrijd van morgen. Zo heb je een hele harde week hard gewerkt. Heb je ook wat nuances dat kunnen aanbrengen? Jawel, dat zijn kleine details waar je voornamelijk individueel met spelers heel veel mee bezig bent. Dat je in de oefeningen daar je accent in geeft en vervolgens zo goed mogelijk voorbereid op waar onze kansen liggen voor vrijdag. Ja, morgen MVV komt op bezoek. Wat weet je van MVV? Niet heel veel. In de zin van dat we gisteren wel beelden hebben gekeken. En dat Sipke en Jan en René mij bijgesproken hebben over MVV. Ja, het is een ploeg die voorin wel de nodige kwaliteiten heeft. En ook achterin wel de nodige spelers hebben die wel goed kunnen verdedigen. Maar ze laten ook heel veel ruimtes. En wij moeten gewoon kijken naar onszelf en ons eigen spel goed spelen. En daarvan uitgaan en niet te veel kijken naar de tegenstander, maar wel proberen gebruik te maken van hun zwakheden. Nou, vorig jaar heeft MVV hier Cambuur de das om gedaan. Speelt er binnen de groep nog wat rivaalse gevoelens? Heb je daar iets van gemerkt? Ik heb er verder niks van gemerkt. En ik denk ook niet dat je zo moet denken en kijken. Want het is vorig jaar. Hun hebben een andere groep, wij hebben een andere groep, andere situatie. Het gaat om nu. En nu moet je er gewoon staan. Dan morgen de wedstrijd. Met welke elf ga je doen? Ga je met dezelfde elf doen? Of komt er een verandering binnen de selectie? Nou, binnen de totale selectie wel, maar niet in de groep die gaat starten. Dat is dezelfde als vorige week. Dus geen Crowley en nog geen Thijssen in de basis? Nee, die gaan nog niet vanaf het begin spelen, maar zijn wel beide bij de groep nu. Die zitten er tegenaan? Ja, nou ja, zoals de meerdere tegenaan zitten. En je ziet ook de energie die ze leveren gedurende de week. Dat de concurrentie goed is. En dat ze moeten knokken voor hun plekje. En dat is goed. Oké, nou, uitslag morgenavond. Ja, wij moeten natuurlijk gaan winnen.